Sarah van It's a Sarah. Leuk dat je kijkt! Vandaag is het maandag 19 februari 2024 en dit is filmpje nummer 128. Ik ga je vertellen over mijn handwerkperikelen van de afgelopen week. Ik heb zoveel handwerkperikelen om te delen dat ik heb moeten kiezen. En ik ga vertellen, ga ik een inhoudsopgave doen? Een inhoudsopgave. Nou, ik ga vertellen over iets over wat ik aan heb. Iets over wat ik af heb. Ik heb nog twee andere werkjes af waar ik iets over wil zeggen. Ik ga je laten zien waar ik mee bezig ben. Twee werkjes. Mijn Monday sweater voor mijn kleine nichtje. En mijn Ariana sweater. En er zijn nog veel meer werkjes waar ik ook heel blij van word en mee bezig ben. Maar die bewaar ik voor een ander keertje. Aan het eind van het filmpje ga ik ook nog iets vertellen over een knit-along. Ik ga namelijk weer eens meedoen met een knit-along. En dit is er eentje ver buiten mijn comfortzone. Maar ik heb er wel heel erg veel zin in. Oké. Laat ik beginnen met dat wat ik aan heb. Dit is mijn sokcardigan. De sokcardigan heb ik vorige zomer gebreid. Augustus, september. En dit is een patroon van Eve. Op Instagram vind je haar als lievelings van Eve. En ik heb er in die tijd ontzettend veel over verteld. Dus mocht je dat gemist hebben, zoek dan even de filmpjes van augustus en september terug. Maar dit is echt een heerlijk vestje. Ik heb hem de afgelopen weken niet superveel gedragen. Maar dat komt eigenlijk vooral omdat ik nog warmere vesten in mijn gebreide garderobe heb. Die ik in de zomer en het voorjaar eigenlijk niet draag. Dus dan gaf ik er de voorkeur aan om die aan te trekken. Maar nu het langzaam iets warmer wordt, het voorjaar nadert, is dit een heel lekker laagje. Deze gaat het hele jaar in mijn kast hangen. Dit vestje ga ik ook in het voorjaar en op koude zomerdagen, koude zomeravonden ga ik dat ook dragen. Ik ontdekte net wel iets. Ik heb een combinatie aan die ik nooit zou kiezen. Dat was namelijk helemaal niet de bedoeling. Ik draag het vestje nu op een rok. En normaal gesproken hou ik wel van less is more. Maar soms is more ook more. Dus de twee printjes op elkaar. Of in ieder geval ruitjes en een druk vest. Er is niks mis mee. Maar ik dacht dat het qua kleur misschien niet helemaal ging. Ik had eigenlijk een jurk klaargelegd om onder dit vestje aan te doen. Maar ik realiseerde me dat ik straks iets aan wil trekken. En dat dat beter zou gaan op een rok. En toen dacht ik, ach, dan doe ik het zo even aan. En vond het eigenlijk heel erg leuk. Dus het is leuk als je onverwacht nieuwe combinaties in je kledingkast vindt. Er is wel een maar aan dit vestje. Ik draag hem eigenlijk altijd zo. Dit is de manier open-fronted cardigan. Open-fronted, open aan de voorkant. Dit is eigenlijk sowieso de manier waarop ik mijn vesten heel erg graag draag. Dan is hij dus wel dicht hierboven, maar is het niet helemaal dicht. Dan heb ik misschien hier dat het wel gesloten is, maar dan is hier ruimte of zo. Ik weet het niet. Ik moet zeggen, normaal gesproken als ik een jurk aan heb, dan zitten hier dan nog knoopjes of iets anders. Nu is het een beetje kaal. Maar het kan eigenlijk ook niet dicht. Dat is het probleem. Mijn knoopjes zijn niet. Er is niks mis met mijn knoopjes. Maar je ziet het denk ik wel als ik hem nu dicht knoop. Eigenlijk, normaal op een jurk vind ik hem leuk om hem open te dragen. Maar nu ik hem dus op een rok aan had, dacht ik, oh, dan wil ik hem liever dicht. En toen deed ik hem dicht en dacht ik, dit gaat niet. Heb ik hem dan te klein gebreid? Vroeg ik hem af. Ik was een beetje bang dat. Ik ben een maat omlaag gegaan. Ik had eerst maat 2, ben naar maat 1 gegaan. En toen dacht ik, ja, is hij dan toch te klein? Maar ja, de rest van het vest zit eigenlijk wel goed. Nou, allereerst ben ik mijn eigen gouden regel vergeten. Of nee, niet mijn gouden regel, maar ben ik de gouden regel vergeten. Dat je een knoopje moet plaatsen op het breedste deel van je borsten. Om dit een beetje te voorkomen. En wat nog meer gebeurd is, ik heb te weinig knopen geplaatst. Het patroon zegt 7 knopen. Ik heb er 5 volgens mij. 1, 2, 3, 4, 5. Ik heb helemaal niet naar het patroon gekeken toen ik de knopen ging maken. Ik had de knopen en ik had er geloof ik 6. Die had ik in mijn voorraad. En ik heb gewoon die gepakt. En toen dacht ik, nee, 6. Ik heb liever een oneven aantal, dan doe ik 5. Vond ik met de verdeling ook mooier. Het zijn best wel grote knopen. En later had ik het er met Eva over. Ze zei, ja, ik had ook opgeschreven 7 knopen in het patroon. Toen dacht ik, daar heb ik gewoon echt helemaal niet naar gekeken. En ik was het patroon nog aan het testen, ja. Maar ik geloof dat ik inmiddels begin te begrijpen waarom er 7 knoopjes op moesten.
Als ik namelijk hier tussen knoopjes had gehad, dan had ik dit probleem niet gehad. En ik heb het vaker gezien bij aansluitende vestjes, dat er meer knoopjes op zitten. En ik moet eerlijk zeggen, dat als ik dat dan zie, vind ik dat niet altijd mooi. Dan zit er zo'n hele rits van die kleine knoopjes. Ja, daar hou ik eigenlijk niet zo van. Maar ik geloof dat ik nu dus wel begrijp waarom er zoveel kleine knoopjes op zitten. Want het deed me ook realiseren dat mijn vest inderdaad niet te klein is. Want ik heb genoeg ruimte. Maar om te zorgen dat die goed in model blijft, had hier nog wat tussen moeten zitten. Ja, toen dacht ik, ga ik hier iets mee doen? Even in de spiegel spieken. Nee. Ik heb natuurlijk helemaal geen... Het kan hoor. Dan moet ik het halsboordje losmaken en de boord. En dan kan ik het opnieuw breien en opnieuw knoopjes eraan toevoegen. Ik denk niet dat ik dat ga doen. Het is eigenlijk... Ja, ik moet nog heel even nadenken. Want het is interessant wat er nu in mijn hoofd gebeurt. Alles zegt nee. Dat gaan we absoluut niet doen. Klaar is klaar. Tegelijkertijd is het verhoudingsgewijs niet zo heel erg veel werk. Sowieso hoef je maar aan één kant, alleen de kant met de knoopsgaten hoef je uit te halen. Die andere is natuurlijk prima, de knoopjes moeten eraf. En dit. Oké, daar gaan we even over nadenken. Nee, dat weet ik niet. Het gaat, ik ga het niet op korte termijn doen. Wat ik wel op korte termijn ga doen, is een voorjaarsvestje breien, denk ik. En daar zitten ook dus meerdere knoopjes op. En dan ga ik dat, misschien ga ik dat eerst doen. Ga ik dat dan bij dat vestje proberen. Dat is ook een aansluitend vestje. En dan, als dat nou heel erg goed bevalt, dan ga ik misschien hier. Maar ik moet sowieso dan nieuwe knoopjes kopen. En, oh ja, nee, mijn knoopsgaten ga ik opnieuw breien. Dan moet ze wat klein zijn. Misschien ga ik het wel doen. Misschien ga ik het wel doen. Ja, misschien ook niet. Als je wat gerommel hoort op de achtergrond, ik weet niet hoe goed je dat kan horen. Ik kan het best wel goed horen, maar ik woon in een zijstraatje van een grotere straat. En die grote straat ligt helemaal op de schop. Die gaan ze helemaal opnieuw inrichten. Ik denk dat ze stenen aan het, iets met stenen, iets met heel veel herrie aan het doen zijn. Het wordt ook een beetje donker, zie ik nu. Even checken of dat niet te donker is. Nee, ik denk dat het wel kan. Ja, oké. Okay. Maar goed, dat gaat dus wel of niet gebeuren, die knoopjes. Maar ik begrijp nu wel dat bij een aansluitend, als iets een vestje echt strak zit, dat er meerdere knoopjes nodig zijn. Als je wat meer positive ease hebt, wat meer ruimte in je vest, dan is dat niet zo'n probleem. Maar bij dit is dat echt wel nodig. Desalniettemin word ik er nog steeds heel erg blij van en draag ik hem met heel veel plezier. En ik moet ook zeggen ja, dat hij best wel mooi blijft. Ik was heel benieuwd. Het is natuurlijk sokkengaren. Het pilt wel een beetje. Zie je dat hieronder? Maar ja, ik geloof dat ik maar weinig gebreide kledingstukken heb die helemaal niet pillen. Dus dat vind ik niet zo erg. En Ik ben positief verrast. Ik heb met durabele socks gebreid, zoals het patroon zei. En ik was daar een beetje huiverig voor, omdat ik kleurwerk met een superwash garen. Maar het valt niet tegen, laat ik het zo zeggen. Goed. Dan, wat ik af heb. Voordat ik daarmee ga beginnen, wil ik eerst twee andere werkjes noemen die ik af heb, maar die ik niet meer in mijn bezit heb. Ik ben bang dat ik ze anders vergeet. Ik heb namelijk een babyvestje en een paar restjes sokken gebreid. En die heb ik afgelopen zaterdag cadeau gegeven. Mijn nichtje is zwanger van haar eerste kindje. En ik heb een allerliefst schattig babyvestje gebreid. Die Anchors Jacket van Petite Knit. Ik heb daar echt diepste garen voor gebruikt. Rico Essentials Merino DK. Dus een superwash merino garen. Ik vond het een prachtige kleur. Het draadje breide ook heel lekker. Het breide niet zo netjes. En dat ligt natuurlijk voor een groot deel aan mij. Maar ik vond het ook wel een prettig idee dat het toch ook een beetje aan het garen lag. Ik ben niet een nette breister. Ik ben een relaxte breister. Dus mijn steekjes dansten. De yoke is één recht, één averecht. En ja, die steekjes dansten alle kanten op. Daar vond ik wel wat van.
Ik moet zeggen dat het blokken de boel al wel een beetje deed opknappen. En zeker nadat het gewoon een tijdje had gelegen. Ik had het ruim op tijd klaar. Nadat het een tijdje had gelegen, ging ik me er ook iets minder aan storen. Dus wellicht was ik ook een klein beetje perfectionistisch. Maar goed, ik kon het met een goed gevoel geven. Ik was heel blij en ik denk dat ze er heel erg blij mee was. Ik heb ook een paar restjes sokken gebreid. Ik wou nog even zeggen over zo'n cadeautje voor een babytje. Als breien je liefdestaal is, is het wel echt heel fijn om iets voor een babytje te breien. Dat gewoon voor zo'n klein mensje. Hij is er nog niet, maar dat vind ik toch wel echt, echt heel dankbaar breien of zo. Wat ook dankbaar breien was, was een paar restjes sokken. Ik heb een paar restjes sokken voor mijn oom gebreid. Al heel erg lang geleden heeft hij wel eens aan mij gevraagd of ik sokken voor hem wilde breien. Of ik die ook verkocht. En toen zei ik nee, dat doe ik niet. En ik was toen eigenlijk heel trots op mezelf. Want mijn liefdestaal is dus blijkbaar sokken breien. Alleen zeggen dat je sokken voor iemand gaat breien. Gaat vaak veel sneller dan ook daadwerkelijk die sokken breien. Dus ik riep tegen iedereen, oh dan brei ik wel sokken voor jou en voor jou en voor jou. En vervolgens dacht ik, oh ja, maar nou moet ik ze ook nog breien. En ja, dat was niet altijd helemaal prettig. Dus ik dacht, ik moet niet meer tegen iedereen aan iedereen gaan beloven dat ik sokken ga breien. Ik moet dat niet meer tegen iedereen zeggen. En misschien moet ik ze gewoon eerst breien en dan geven. En hij was een van de eerste tegen wie ik dus nee zei. Alhoewel, heel vaak bedacht ik het zelf hoor. Het was niet eens dat ik zo vaak nee moest antwoorden op een vraag. Heel vaak had ik het gewoon zelf bedacht. Dat ik dat sok op wilde breien voor iemand. Maar ik zei tegen hem dus nee. En dan was ik eigenlijk, ik vond het lastig. Ik vond het jammer. Ik had hem heel graag gebreide sokken gegeven. Maar tegelijkertijd was ik ook trots dat ik het niet had gedaan. Nou, niet veel later kreeg mijn dochter een oude gitaar van hem. En toen zei ik, wil je daar nog iets voor hebben? Nee joh, zei hij. En toen zei ik, oh, ik weet al wat, sokken. Toen dacht ik, had ik het nog gezegd. Nou, dat is al heel lang geleden. En dat het rustte wel een beetje op mijn schouders. Ik heb geen idee of hij nog ergens op zat te wachten. Maar ik dacht, ja, dat moet ik toch wel echt doen. En de vorige week dacht ik, ja, hup. Ik ben heel erg bezig met mijn garen voorraadje. En ik ben met heel veel restjesprojecten bezig. Dus dacht ik, hop, nou, nog een paar restjes sokken. En ik heb daar mijn minst mooie restjes voor gebruikt. Niet omdat ik niet mijn mooie restjes aan hem wilde besteden. Maar omdat ik ben zo benieuwd hoe het gaat voelen als die weg zijn. Of mijn garen voorraad dan nog meer past bij wat ik nu mooi vind. Maar die kleuren, het is niet dat ik ze allemaal lelijk vind of zo. Ik zou ze nooit kopen. Maar ik wil ze ook niet zomaar wegdoen. Ik vind het wel leuk om ze op te breien. Dus ik heb een paar restjes sokken gebreid. En ik moet zeggen dat ik echt heel tevreden was met het eindresultaat. En toen zaterdag, het is de vader van mijn nichtje. Zaterdag gaf ik ze aan hem. En het waren eigenlijk, ze waren bedoeld als huissokken. Ik heb ze met dubbele draad gebreid. In mijn Revelry aantekeningen kun je zien hoe ik dat heb gedaan. Toen zei hij, ik ga ze vanavond meteen aandoen. Hij moest optreden en dan ging ze in zijn schoenen aandoen. Ik zei, oh, maar ik heb wel dikke gemaakt. Ik weet niet zeker of dat past. Oh, ik ga het gewoon proberen, zei hij. En dat lukte ook. Dus over Nipworthy gesproken. Dus dat is heel leuk. Dat is ook dankbaar breien. Dus ik ben heel blij dat ik dat alsnog gedaan heb. Ik ben blij dat ik iemand blij heb gemaakt. Ik ben blij dat het klusje van mijn lijstje is. En ik ben ook blij dat ik dus van die restjes, die ik eigenlijk niet zo mooi vind, wel iets heel moois heb kunnen maken. Dus dat is fijn. En nu wil ik je graag alles vertellen over de trui. De trui van mijn dochter die klaar is. De Arctic Light Sweater van Veronica Lindberg. Hij is af. Oh, ik ben er zo blij mee. Hij was vorige week ook al af natuurlijk, maar toen lag hij nog te drogen. Ik had heel graag foto's willen maken van mijn dochter erin. Dat hadden we gisteren gepland, maar ze is ziek. Dus dat is niet gelukt. Dus ik ga hem zo meteen zelf even aantrekken. Het is toch ook wel fijn om iemand erin te zien, om te zien hoe die valt. Maar ze heeft hem vrijdag en zaterdag aangehad, de trui voor het eerst. En hij staat haar fantastisch. Echt, hij is zo mooi en hij is echt perfect. En ze is er ook zo blij mee. Ja, het is echt, echt heel fijn. Ik ben helemaal gelukkig. Dit is echt, soms heb je van die breiwerkjes. Ja, die zijn gewoon, die steken er dan een beetje bovenuit of zo. En het is niet dat de rest dan niet fijn is of niet goed. Maar dit was echt op alle fronten een top
breiwerk. En het is interessant, want ik wilde het dus eigenlijk niet maken. Want ik dacht dat er iets niet aan klopte. Ja. Ja, daar zal ik zo meer over vertellen. Even denken hoor, waar ik zal beginnen. Nou goed, de Arctic Light Sweater is dus een all-over kabel trui van boven naar beneden gebreid met een raglan. In een DK-weet wolletje. Eigenlijk hoort er nog een draadje mohair bij. Die moet je eigenlijk meebreien. Ik heb dat niet gedaan. I'm not very mohairy. Nu. Kan altijd nog veranderen, hè? Maar ik heb niet zo. Ik vind mohair zo gladjes. Zo gladjes. Ik ben een beetje ruw. Ik ben niet zo gladjes. Nee. Dat klinkt ook een beetje gek. Voor als je wel van mohair houdt. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar het is gewoon niet zo mijn ding. Ik vind het gewoon. En als je dan met twee draadjes moet ik altijd opletten dat ik dat mohair draadje wel meepak. Ik weet het niet. Ik vind het en het maakt je trui nog veel duurder. En het maakt je trui nog veel warmer. Dat kan een voordeel zijn of een nadeel. Je moet beter opletten tijdens het breien. En ik vind het gewoon niet zo lekker voelen of zo. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen. Zo werkt dat namelijk bij mij. Dat ik hier bijvoorbeeld volgend jaar helemaal into the mohair zit te praten over van alles. Dat kan wisselen. Ik ben nu gewoon op het moment not very mohairy. Maar ik heb dit garen gebruikt. Ik heb er al heel vaak over verteld, maar ik ga het toch nog een keer doen, zodat alles bij elkaar zit in dit filmpje. Dit is Peruvian, Filcolana Peruvian Highland Wool. 100% wol, DK weight, 100 meter, 50 gram. Ik las op de website dat merino wol was. Denk ik. Nou, ik kan me heel goed voorstellen. Het is heel zacht. Ik heb de kleur gekozen, samen met mijn dochter. Dit is de kleur Marzipan. Dat is kleur nummer 977. En we hebben dit gekocht bij Nienke in haar wolwinkel Seldensa in Friesland. Hoe heet het plaatsje nou ook alweer? Dat weet ik even niet meer. Nou, het is echt in the middle of nowhere. Maar echt zo tegen Groningen aan, tegen het randje. Wel echt de moeite waard om daarheen te gaan, absoluut. Ik was daar toen. Tijdens een hele leuke dag met Elske en Marlies. En dat was heel gezellig. We waren allemaal bij elkaar daar op de camping toevallig. Nou ja, wel toevallig eigenlijk. We wisten het wel van tevoren. Het was geen verrassing, maar het was wel toevallig. En samen met onze dochters bezochten we de winkel. En dat was sowieso was een hele leuke, fijne dag. En dat vind ik leuk, want die herinnering zit in dit wolletje nou. En ook in die trui. Dat vind ik altijd zo fijn daaraan. Dat er aan blijft plakken, zeg maar. Dus we kozen deze kleur. We waren er al over uit dat het een lichte kleur moest zijn. En ik denk dat we de goede kleur hebben gekozen, want het staat er prachtig. Het garen breidt echt heel lekker. Ik vind het een heel fijn draadje om mee te breien. Hij draagt ook lekker volgens mijn dochter. Ik vroeg, kriebelt hij nou of niet? Ze zei, ja, heel soms voel ik hem een heel klein beetje kriebelen bij haar hals. Nou ja, dat is misschien wel het meest gevoelige stukje huid waar je een trui draagt. Maar ze draagt hem ook gewoon bloot op haar huid. Dus dat is gewoon prima te doen. Ja, dat is natuurlijk ook persoonlijk. Maar voor haar. Ik had 10 bolletjes gekocht. Ik kwam net een bolletje tekort. Dat was een beetje spannend. Maar ik had me helemaal aan het patroon gehouden. Als ik dat had gedaan, was het gelukt. Maar ik heb de mouwen langer gemaakt. Want zij wilde echt heel graag de mouwen. Dat ze over haar hand vielen. En als ik het patroon volgde, waren ze een beetje bracelet length. Dat was denk ik niet zoals het op de foto's was. Maar ik moest 1 bolletje bij bestellen. Ik heb mijn trui gewogen. 4 gram heb ik gebruikt van dit bolletje. Ja, dat was een beetje jammer. Ik zat later te denken, als ik nou niet mijn proeflapje had gebreid, was het dan wel gelukt? Ja, waarschijnlijk wel. Maar ja, goed, ik had uit dat proeflapje sowieso heel veel plezier. En eigenlijk ook wel fijne informatie met betrekking tot de naalddikte. Gehaald. Dus nou ja, het is wat het is. Maar ik heb nog even gekeken. Ik heb maat S gebreid. Ik dacht, misschien heb ik wel in eerste instantie gedacht dat ik maat XS ging breien. En mijn wol, aantal bolletjes wol daarop gebaseerd. Maar die hoeveelheid is evenveel. Zowel van maat S als van maat XS heb je 500 gram nodig. Dus dat zijn 10 bolletjes. En ik heb er dus uiteindelijk 11 gebruikt.
Hoe we de maat hebben gekozen, ik heb aan haar gevraagd van hoe wijd wil je hem hebben, zeg maar. Want ja, zij houdt van, ik hou zelf van wat meer aansluitend, maar zij houdt van wat wijdere truien. En toen heeft ze me een trui gegeven die ze in de winkel heeft gekocht, die ze heel graag draagt. En toen heb ik daar de borstomtrek van gemeten en toen naar het patroon gekeken welke maat daarbij het dichtst in de buurt kwam. Dat was maat S. En dat is echt perfect. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet dus de daadwerkelijke borstomtrek van mijn dochter heb gemeten. Dat kan ook, hè. Dat staat ook heel vaak in het patroon. De trui is bedoeld om te dragen met 5 of 10 of 20 of 0 centimeter positive ease, zeg maar. Dus dat is het extra ruimte. Dus dan meet je je borstomtrek en dan tel je daar een bepaald aantal centimeter bij op. En dan kijk je waar je uitkomt, bij welke maat. Nou, dat heb ik bij haar dus niet gedaan. Ik heb gewoon een trui gepakt, een beetje hetzelfde soort model en dat opgemeten. Dat kan je ook doen, hè? Als je de maat moet kiezen van iets, maar je weet niet precies ja, hoe of wat. Dat je gewoon een lievelingstrui kiest of vest. En dat kan, hoeft dus niet zelf gebreid zijn. Kan ook gewoon uit de winkel. En dat je dan kijkt van, oh ja, maar die vind ik echt lekker zitten. Daar voel ik me echt lekker in. Dus dan ga ik die gebruiken als uitgangspunt. Ja, en dat heeft heel goed gewerkt. Want hij zit echt fantastisch. Ja, nou ja, ik heb het dus al gezegd, maar wat zo ontzettend fantastisch leuk. Ja, het is zo leuk. Ik ben zo blij met mijn spijker. Want ik kan er de hele tijd allemaal dingen aan hangen. Vandaag had ik zelfs 3 dingen die ik eraan wilde hangen. Maar goed, nou mag jij even wachten zo hier. Zo. Heel leuk tijdens mijn filmpjes. Ik had niet verwacht dat je zo blij kunt worden van de spijker in de muur. Toen het patroon, wanneer was het? Nou, al voor de zomervakantie dus, was ik met mijn dochter door Ravelry aan het scrollen, want ik wilde heel graag een trui voor haar breien. We waren samen patronen aan het zoeken en toen kwamen we deze tegen en die vond ze meteen heel erg leuk. Maar ik was niet zo enthousiast. Ik zag er namelijk iets aan. Ik zag iets aan die raglan. Ik weet niet, ik vond de hoek waarmee die naar beneden ging, denk ik, of de verhouding met de mouwen. Ik zag er iets aan waar mijn hart geen sprongetje van maakt. Dus ik zei, ja, ik weet het niet hoor. Ik zei, ik weet niet of die zo mooi valt. En ja, dan ga ik zo'n hele trui breien en dan zit die misschien niet goed. Ik was er niet zo enthousiast over. En ik heb ook geprobeerd om hem uit haar hoofd te praten. Helaas lijkt mijn dochter nogal op mij, wat dit betreft. Als je iets in je hoofd hebt, dan laat je het niet zomaar uit je hoofd praten. Althans, niet door iemand anders. Dus ik had bijvoorbeeld ook, volgens mij heet hij de Salty Air of Salty Days. Ik haal nu 2 patronen door elkaar. Maar Veronica Lindberg heeft er nog 1. Ik denk Salty Days. Nee, ik weet het niet. Maar dat is een trui met een drop shoulder constructie. Dus dan brei je gewoon recht en dan neem je hier de steek op voor de mouwen. En dat was ook met een beetje lace en ik weet niet of er ook echt kabels in zaten. Maar ook een patroon, drukpatroon, zeg maar. Zal ik dan niet die maken? Nee, absoluut niet. Ze wilde echt deze. Ja, en daar bleef het eigenlijk een beetje op hangen. Omdat ik dacht, ja, wil ik wel iets maken waar ik niet zo enthousiast over ben? Nou ja, uiteindelijk heb ik het toch gedaan. Ben ik het toch gaan breien. Maar ik had heel erg mijn twijfels over de pasvorm. We hebben de wol gekocht tijdens de zomervakantie. In eerste instantie was het nog de bedoeling dat ik hem af zou hebben op haar verjaardag in oktober. Nou, ik weet niet wie dat bedacht had. Ikzelf, maar dat ging absoluut niet lukken. Dat kwam met name ook door deze, meen ik me te herinneren. En toen dacht ik, weet je, ik ga beginnen. Toen kwam er een kersttrui tussendoor. Ik dacht, dit lijkt me een mooi werkje om mee te beginnen op nieuwjaarsdag. Vanwege de kleur. Ik vind deze zo'n lichte kleur heel erg passen bij een nieuw jaar, bij een nieuw begin. Ook toen was ik nog bezig met andere werkjes. Dus ik heb alleen mijn proeflapje op nieuwjaarsdag gebreid. En ja, later in januari ben ik echt aan deze begonnen. En toen ben ik erin gedoken. En oh, wat was dat lekker zeg. Het is lang geleden dat ik zo intens genoten heb van het breien van iets. Niet dat ik er nooit van geniet. Ik vind breien en haken, ik vind het heerlijk. Maar soms heb je zo'n patroon waarbij alles klopt. Waarbij het garen fijn is. Waarbij het niet te makkelijk is, maar ook niet te moeilijk. Dus het was niet saai. Het was zeg maar, ik moest echt heel goed opletten. Ik was nieuwe dingen aan het leren, maar het lukte, zeg maar. Ik heb ook heel vaak dat ik iets nieuws moet leren en dat het dan niet lukt. En dat is ook oké. Maar bij dit was het precies in balans. En ik weet niet, het gaf me zoveel lekkere energie. Alles ging stromen en
Het was gewoon precies leuk. Precies, nou ja, precies heel erg goed. En ik heb er echt van genoten. Het enige wat me dwars zat, was die pasvorm. Maar goed, in het begin, toen ik ging breien, die chart. Ja, het was echt net Chinees. Twee charts heb je. Want het is al over kabels. Volgens mij zit er een stuk of 1, 2, 3, 4, een stuk of 4, 5, 6 verschillende soorten kabels in van alles. Nou, zoals je ziet, het was heel klein. Ik ga het niet dichtbij houden, want het is een betaald patroon. Ik denk dat je hier toch niks mee kan. Maar dat bruine heb ik dus keurig steeds streepje voor streepje, toertje voor toertje, heb ik dat afgekruist, weggetekend. En zo kon ik precies zien waar ik was. En dat werkte echt heel erg goed. Dat was echt heel erg fijn. En in het begin was dit echt een werkje waarbij ik in een stille ruimte alleen hieraan moest werken. No way dat ik dit in gezelschap kon doen of... Als er ook maar iemand iets tegen me zou zeggen, dan ik moest het echt in het begin boven doen op mijn breikantoor. En nou, daar had ik genoeg tijd voor, maar dit was geen werkje voor 's avonds op de bank. Dat werd het later wel, maar in het begin niet. Ik ga hem even aantrekken. Ik zal nog eventjes dit bij de camera zo houden. Dan kun je dat zien. Oh, zo mooi. En ik ga hem even aantrekken, zodat je kan zien hoe die op een lijf zit. Oké. Tada! Ik pas hem ook. Echt heel fijn. Dit is overigens niet hoe ik hem zou dragen. Ik zou hem denk ik zo dragen. Even spieken in de spiegel. Ja, daar is hij dan eigenlijk net te kort voor. Overigens is dat ook hoe mijn dochter hem draagt. Die doet hem dan ook zo hiervoor in haar broek. Het is een kroptrui. Dat staat er ook bij. Ik denk dat zij hem een beetje zo draagt. Maar goed. Ja, ik ga daar nog wel een keer staan, maar eerst even zitten. Ik zei, schat, ik heb nou geen foto's van jou, dus ik ga hem zo even aantrekken. Toen zei ze, ik denk dat ze toch een beetje bang is dat ik hem in beslag neem. En die angst is niet geheel onterecht, want het is heel grappig. Ik zou dus nooit zo'n trui willen, en zeker niet met mijn twijfels over de pasvorm. Maar er was een moment tussendoor. En ik heb daar toen een filmpje van gemaakt op mijn Instagram. Dat ik even... Ik had de mouwen denk ik net af. En het lijf was tot hier. Dat doe ik vaak. Eerst de mouwen breien. Ja, vind ik fijner. Je hebt dan niet zo'n enorm werk op je schoot liggen. En ik vind ook, zeg maar, zeker bij een trui die je van boven naar beneden breidt. Als de mouwen dan helemaal af zijn, dan kun je al zo goed zien hoe het eindresultaat wordt. En dat vind ik altijd fijn met het bepalen van de lengte. Dat ik al helemaal kan voelen hoe het uiteindelijk gaat worden. Als je hier maar alleen maar die mouwtjes nog zo hebt, is dat toch anders of zo. Gewoon qua kleur en hoe het voelt. Dus meestal brei ik altijd van boven naar beneden, brei ik altijd eerst de mouwen en dan pas de rest van. Meestal brei ik mijn bolletje op, zeg maar. Tot als ik dan apart heb gezet. En zodra ik dat heb gedaan, ga ik eerst de mouwen breien. Maar goed, dat deed ik ook bij deze. En toen trok ik hem aan en toen dacht ik, dit vind ik toch wel echt heel erg leuk. Sowieso ben ik verrast over de kleur. Ik denk dat ik vaker misschien iets lichts moet dragen. Ik heb ook mijn Avena. Dat is eigenlijk het enige echte lichte kledingstuk wat ik heb. Ja, dat, ik weet niet. Ik voel me daar ook altijd zo heel... misschien dat licht... ik heb me nooit verdiept in wat mijn kleuren zijn. En ik hou natuurlijk heel erg van bruin. Dit voelt ook wel lekker of zo. Ja. Ik zou nooit een hoge hals en een raglan. Ik moet even spieken in de spiegel. En een raglan. Maar ik vind het toch wel lekker zitten eigenlijk. Het is wel prima. Deze trui heeft geen short rows. En dat ontdekte ik pas toen ik het aan het breien was. Toen was ik al best wel ver. Toen dacht ik, er zitten eigenlijk helemaal geen short rows in. En die komen er ook nergens in. En toen had ik eventjes, dacht ik, oh, dat ook al niet. Ik had al mijn twijfels over de raglan, die short rows. Ik dacht, had ik die dan misschien in de rib toe willen voegen, zeg maar, erin willen doen? Dat heb ik dus allemaal niet gedaan. Maar volgens mij missen we ze ook niet, zeg maar. Ik weet niet of het handig is om misschien toch nog even een soort... Er zit één los steekje in de boord. En die doe ik dan altijd achter. Maar dat heb ik nog niet tegen mijn dochter gezegd. Ik weet niet of je dan borsten op je rug krijgt, zeg maar. Of dat er dan in komt of zo. Dat zal ik nog eens even tegen de zeggen. Of dat dan uitmaakt. Of je een trui altijd dan wel hetzelfde draagt. Of dat je hem gewoon de ene keer de ene kant voor, de andere keer de andere kant. Maar goed.
Ik was dus lekker aan het breien. Ik had hem apart gezet. En toen ik zag hier wel onder de armen dat daar veel stof was. En toen twijfelde ik dus nog steeds. Je meerdert bij die raglan. Zowel aan de kant van het lijf als aan de kant van de mouw. En ik dacht, hè, dit stukje stof wat je dus hier ziet. Ik dacht, ja, had ik niet eerder moeten stoppen met meerdere hier? Voor de andere maten is dat wel het geval. Of nou ja, voor sommige maten. Volgens mij deze chart. Even spieken hoor. Deze chart is voor maat S en voor maat M. Oh ja, nou en bijvoorbeeld voor maat S meerder je totdat je apart zet voor de mouwen. Voor maat M doe je dat niet. Dan stop je eerder met meerdere. Tegelijk met maat S. En toen dacht ik, ja, was dat niet handiger geweest? Ik dacht 2 seconden, nee, ik denk 1 seconde na over zal ik dat uithalen. Maar dit is natuurlijk geen werkje wat je even uithaalt. Ik had geen lifelines, geen koordjes erdoor. Toen dacht ik, ja, nee. En misschien nog belangrijkste, toen mijn dochter hem paste, toen zei ze, nou, ik zie wel wat je bedoelt, maar dat vind ik echt helemaal niet erg hoor. En toen dacht ik, ach, ik was zo aan het genieten van dit breiwerk. Toen dacht ik, weet je, ook als hij nou achteraf niet blijkt te zitten, toch niet mooi blijkt te vallen, dan heb ik in ieder geval intens genoten van het maken ervan, van het proces. Dus ik heb lekker doorgebreid en het grappige was dat zowel voor de mouwen als voor het lijf, ik op een gegeven moment de chart niet meer nodig had. De chart was mijn houvast, elke toer tekende ik af, maar hier hield het op. Je had geen aftekenlijstje meer, want het was gewoon, ja, dit moet je herhalen en ik dacht, oh, maar hoe moet ik nou aftekenen? Dat wordt wel ingewikkeld. Maar het was eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Het enige wat ik hoefde te doen was een steekmarkeerdertje aan het begin van de toer bij een steekje te doen wat ik handig kon tellen. Want het was voornamelijk zo dat elke vierde toer iets moest gebeuren. Volgens mij was het elke vierde toer. En bij sommige kabels was het elke vierde toer, bij sommige kabels elke achtste toer. Nou ja, goed, het was heel makkelijk om het zo bij te houden. 1 steekmarkeerdertje en dat deed ik dan vooral bij die verdraaide steken hier, want die kan je heel makkelijk tellen. En dan hoefde ik alleen maar te tellen waar ik was en dat werkte prima. Ik heb nauwelijks foutjes gemaakt met kabels, misschien 1 of 2 keer, maar inmiddels heb ik ontdekt dat het achteraf herstellen van kabels helemaal niet zo moeilijk is als het lijkt. Als je gewoon de steekjes, stel dat je kabel bestaat uit 8 steekjes, dan laat je gewoon die 8 steekjes net zo lang vallen totdat je bij het punt van het foutje bent. En dan ga je ze weer opnieuw breien. Als je daarmee bezig bent, lijkt het 1 grote chaos en denk je, ben ik in hemelsnaam aan het doen? Maar het is dus echt de kunst om heel erg te focussen op dat ene steekje en dan wordt het eigenlijk heel makkelijk. Niet laten afleiden door alles wat je niet snapt, maar gewoon het ene steekje. Oké, nou moet die 3 toeren recht, nou moet die kabelen en dan, nou ja, en dan gaat het eigenlijk prima. De enige kabeltjes waarbij dat niet kon, waren deze, omdat daar de bubble stitch in het midden zit. De bubble stitch had ik nog even overwogen om te skippen. Ik vond die namelijk niet per se heel leuk. Maar ja, het was niet mijn trui. En mijn dochter zei, ik wil dat je niks verandert aan het patroon. Ik wil dat je precies doet wat daar staat. Maar ik ben blij. Ik ben wel blij. Het was toch leuk. Alleen die bubble stitch, om die bobbel te krijgen, moet je in 1 bepaalde toer, moet je die steekjes een paar keer, 3 steekjes moet je een paar keer op en neer breien. Dat betekent dat je daarvoor wat extra garen gebruikt. Omdat je diezelfde steekjes 3 keer breidt, geloof ik. Ik ontdekte op een gegeven moment dat ik een foutje had gemaakt. Ik had 1 toer... Ik dacht dat ik 1 toer te veel had gebreid. Bleek achteraf helemaal niet het geval, maar goed. Waar ik normaal de kabels kon laten vallen en opnieuw kon breien, kon dat nu niet. Omdat ik dan voor 1 toer veel meer draad nodig had. Gisteren tijdens het wandelen dacht ik, ja, misschien had het wel gekund als ik dan gewoon de draden achter gekruist had. Dat ik dan met de verkeerde draad eigenlijk die toer. Als je dit nog nooit gedaan hebt, dan denk je, Sarah, waar heb je het nu over? Maar als je ook kabels achteraf herstelt, dan weet je waarschijnlijk wel wat ik heb. Je probeert dan de juiste strand of yarn te pakken. Maar dat je die dan stiekem omwisselt aan de achterkant. Dan had het wel gelukt, denk ik. Maar dat bedacht ik me pas gisteren. Maar goed, er zit er dus eentje zit erin, die is te klein. En eentje zit erin, die is te groot. Ik denk dat deze...
Ja, goed. Ik kon het zo. Volgens mij die te kleine zitten echt ook op borsthoogte of zo. Dus daarom ging ik toen die trui passen om te kijken of dat heel erg opviel. Maar dat is niet zo. Het is prima. Dus dat zijn eigenlijk de enige foutjes die ik, waarvan ik me bewust ben. Ik heb nog geen andere ontdekt. Hoeft ook niet. Dus dat is prima. Nou ja, goed. De mouwen heb ik dus langer gebreid. Want die wilden ze echt zo. En daar is ook heel blij mee. Ik heb de Soon Bind-Off gedaan. Is het de Italian Bind-Off? Ja, zonder setup rows. Het is ook een twisted rip, de board. En ja, dat vond ik ook eigenlijk verrassend mooi. Ik hou er eigenlijk helemaal niet zo van. Ik ben echt van 2x2. Maar vond ik verrassend mooi. Je ziet wel dat het garen gaat wel snel pillen. Ik moet eigenlijk aan de andere kant gaan staan, anders sta ik in het licht. Kijk, hieronder. En bij de board zie je het ook. Ja, dat is dus, denk ik, als het merino is, dan, ja, dan is dat toch een beetje het ding. Ik heb een anti-pil ding, dus ik denk niet dat het zo heel erg is. Dat het een groot probleem is. Wat kan ik? Oh ja, nou ja, de pasvorm. Ja, toen hij dus helemaal af was en toen ze hem aan had, toen dacht ik, ja, het is eigenlijk wel oké. Okay. Ja, het is nog steeds, ja, nou eigenlijk sterker nog. Ik vond dus die schouders een beetje breed, zeg maar. Omdat die raglan zo diep was. Ik had ze misschien iets meer, zo, iets langzamer gewild of zo. Je meerdert ook elke toer twee steken. Normaal bij een raglan is het vaak, net als bij die bijvoorbeeld, om de toer. Maar hier was het echt elke toer. Dus het is ook niet gek dat het zo ging. Maar ik denk toch, ja, ik weet het niet. Hier zit inderdaad wel veel stof. Maar het is ook een oversized trui. Dus het is ook prima. Ja, ik heb tegen mijn dochter gezegd, oké, je had gelijk. mijn issues over de pasvorm of mijn zorgen over de pasvorm waren onterecht. Want het is niet dat hij niet goed past. Het leek ook net of dit heel strak was. Maar dat is dus helemaal niet, want er zit hier echt meer dan genoeg ruimte. Het is een beetje optisch, denk ik. Kijk, misschien als ik zo. Dus het is echt, het is juist heel mooi hoe het doorloopt. Dus ja, het kan een kwestie zijn van smaak natuurlijk. Maar hij zit goed, zowel bij mij als bij mijn dochter. En ik heb de Ravelry pagina's gekeken en volgens mij, ja, het las daar. Volgens mij, ja, en ik kwam nog ergens anders terecht, bij Reddit of zo, toen ik ging googlen. Er waren ook mensen die niet tevreden waren over de pasvorm, hoor. Maar ook heel veel die wel. Dus ja, dat heb je denk ik altijd bij een patroon. Het patroon, ja, ik kan het nu dus echt 100%, 200% helemaal aanraden. Ik vond het patroon al heel fijn, heel duidelijk geschreven. Veronica, ze heet op YouTube Kutovakika, heeft een serie van 3 video's erbij gemaakt, waarin ze al die kabels helemaal aan je voordoet. En ze legt helemaal uit hoe je moet doen, wat je moet doen. Ja, ik vind haar heel leuk. Ze heeft een hele, ja, een beetje net als Steven West. Zo het talent om ingewikkelde dingen makkelijk te laten lijken. Of misschien zijn ze helemaal niet ingewikkeld, maar misschien is dit gewoon heel goed voor mensen die te moeilijk denken. Dat er ook mensen zijn in de breiwereld die video's maken om te laten zien dat het helemaal niet zo moeilijk is. Nou, dat vind ik bij haar dus ook. Dat was ontzettend leuk. En het patroon is duidelijk. Het patroon is niet moeilijk in die zin. Er zit verder geen shaping of short rows zitten erin. Het is, als je van kabels breien houdt, nou dan kun je je lol op. Want die zitten er heel erg veel in. Ja, ik weet niet zo goed. Kijk, natuurlijk, je moet natuurlijk recht en averecht kunnen breien. Maar het is eigenlijk net een beetje als die trui van die sjaals van Steven West. Het is niet zo moeilijk als het lijkt. Je moet die kabels even doorhebben. Maar ja, als je ze dan door hebt, ze zijn wel de hele tijd hetzelfde. Ja, dus is dit nou een moeilijk werkje? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, een opletwerkje, sowieso. Het was wel dat ik dacht, kijk, toen ik 5 jaar geleden zo ongeveer begon met breien, 6 jaar misschien inmiddels, ik had nooit in mijn hele leven gedacht dat ik dit soort dingen zou kunnen maken. Want dat zou er veel te ingewikkeld uitzien. Dus ik wil heel graag even zeggen, mocht je dat nou ook denken, mocht je nou mijn filmpje kijken en denken van, ja, maar ik ga nooit in mijn leven zoiets moeilijks kunnen breien.
Ik heb dat dus ook gedacht. Heel erg zelfs. En ik heb het gebreid. Dus ik hoop... en het is... Als je het niet wil, is het prima, hè? Want er zijn ook, dat heb ik al eerder gezegd... Er vliegt er een vliegje. Dat heb ik al eerder gezegd... Er zijn genoeg dingen die ik niet kan. Maar die wil ik ook niet per se kunnen. Maar breien wilde ik wel. Nou ja, en als je het echt wil... Dan heeft het natuurlijk geen zin om tegen jezelf te zeggen dat je het niet kan. Dan kun je maar beter zeggen... Oké, hoe gaan we het doen dan? En nou ja, dat kan met vallen en opstaan. Maar dat lukt het uiteindelijk wel. En het is echt een kwestie van oefenen en meters maken. Ja, echt. En ik had dus wel toen deze trui af was een soort van... Oké, dus ik heb echt nu dus breispierballen. Ja. Ja, dus misschien moet ik toch ook vaker wijdere truien gaan breien. Zodat mijn breispierballen er ook in passen. Ja. Het andere hele interessante vond ik dat dit dus iets was wat ik niet zelf gekozen had. Wat ik nooit zelf gekozen zou hebben. En dat dat juist mij zoveel plezier opgeleverd heeft. Ja, vond ik ook interessant. Heel verfrissend om dus af en toe iets... totaal anders te kiezen dan wat je normaal zou doen. Vaak blijven we ook wel een beetje in hetzelfde hangen. Hè? Ik wel. Zelfde soort dingen, zelfde stijl dingen. En ja, dan is dus het voordeel als je voor iemand anders breidt... dat je iets totaal anders doet en dat je denkt... oh, dat vind ik eigenlijk ook heel leuk. Ja, komt er wel nog meer op je lijstje. Ja, maar goed, ik ga hem lekker even aanhouden. De Arctic Light Sweater van Kuta van Kika. Fantastisch patroon. Absoluut een heerlijk werkje om te breien. Makkelijker dan het lijkt. Daarmee wil ik dus niet zeggen dat het makkelijk is. Maar het is makkelijker dan het lijkt. En heel erg leuk. Ik denk die andere, dat die ook op mijn lijstje gaat. Misschien wil ze die ook nog wel. Ik weet het niet. Maar ik ben blij. En ik zag ook bij Petite Knit. Je hebt natuurlijk de Moby Sweater. En volgens mij nog heel veel andere. Dacht ik, oh ja, genoeg kabels. Ik heb ook nog een kabelpatroon in mijn voorraad. Gelukkig, want ik mag geen patronen meer kopen. Dus ik kan mijn lol nog op, zeg maar, met kabels. Oh ja, en ik ga morgen beginnen aan mijn testknit voor Rebecca van de Creabea podcast. Met mijn, heet die Louder vest? Louder? Ik denk het. Ook een all-over kabelvest. Spencer, maar dat noem je vest in het Engels. Ja. Dus ik blijf nog even lekker kabelen. Goed, tot zover de Arctic Light Sweater. Foto's met mijn dochter erin. Ja, zonder hoofd dan. Dat dan weer wel. Die volgen nog, die gaan we later maken. Ze is nog steeds ziek. Dus als ze weer beter is, dan ga ik hem even mooi op de foto zetten. Misschien doe ik hem vandaag wel even plat nog op de grond. Zodat je hem helemaal goed kan zien. Maar Sarah is blij. Ja. Oké, dat was alles wat ik af heb. Dan heb ik nog wat werkjes waar ik mee bezig ben. Allereerst dus deze. De Monday Sweater. Dit is de Monday Sweater. En ik heb hem vorige week volgens mij ook al laten zien. Dit is een restjesproject. En dit wordt een truitje voor mijn nichtjes. Er wordt bijna 3 volgende maand. En ik wilde gewoon eigenlijk lekker restjes opbreien. Het was eigenlijk mijn bedoeling om een poncho te haken. En toen gebeurde dit ineens. Maar dit was ook een heerlijk werkje. Afgelopen zaterdag gingen we naar de baby shower. We moesten best een eindje rijden. Toen heb ik heel lekker hieraan zitten breien. Ik brei met 2 draadjes. En ik heb dus ook hier heel veel draadjes liggen. Ik brei met 2 draadjes samen. En dit is allebei Langyarns Jawol Silk. En daar zit dus zijde in. En dat voelt echt heel aangenaam. En ik heb mijn eerste 2... Nou, dat is trouwens wel grappig. Ik denk toch dat ik het ooit al eens ergens voor gebruikt heb. Dat kan ik me niet per se herinneren. Maar mijn eerste bolletje in dat perzikroze is al op. En hier heb ik nog van over. Dus misschien heb ik het toch al wel eens ergens iets mee gebreid. Kon ik niet per se zo zien. Maar ook dit bolletje was wat lichter dan 50 gram. Maar wat ik nu ga doen, ik heb dus mijn tweede bolletje van deze kleur heb ik in 2 verdeeld met de weegschaal. Hier staat mijn keukenweegschaal. Ik ben dus al die bolletjes aan het reorganiseren. Ga ik zoiets meer over vertellen, maar eerst even over dit vestje. En wat ik nu ga doen is het mouwtje breien aan allebei de kanten. Ik heb dus een bolletje voor die mouw en een bolletje voor die. De witte heb ik meer dan genoeg, dus daar hoef ik niet van tevoren te wegen. Maar ik ga dit dus opbreien. En ik heb geen idee
Dit is denk ik ongeveer 20 gram, 21 gram misschien. Ik heb geen idee hoe ver ik hiermee ga komen voor die mouw. Dus of ik ga de hele mouw afbreien, dat kan. En als ik dan nog wat over heb, dan ga ik dat bij het lijf erbij doen. Of ik brei het op en ik heb nog een ander kleurtje nodig voor aan de onderkant van de mouwen. Dus dat is nog een beetje een verrassing. Maar goed, ik brei sowieso heel graag de mouwen altijd eerst. Dus dat ga ik nu ook doen. En mijn idee is, ik heb verschillende kleuren groen. Ik weet nog niet welke kleur, maar om de onderkant groen te maken. Het wordt een soort colorblock trui. In eerste instantie dacht ik, ga ik streepjes maken, want ik heb dus heel veel van die langjarnsjawol sokkenwol in pastelkleurtjes, in zachte kleurtjes. En toen dacht ik, zal ik dan streepjes maken? Maar ik had ook heel erg de behoefte om bolletjes weg te breien uit mijn voorraad. Als je dan streepjes breit, dan heb je nog al die kleine eindjes over. En ik dacht, nee, ik wil echt bolletjes opbreien. Dat ze weg zijn. En nou ja, goed. Dit gaat dus op, zeg maar. Ik heb al één van deze echt opgebreid. En dat is toch ook wel heel lekker. Dus daar ga ik lekker aan verder breien. Ik ben nu op het makkelijke stukje. Nou ja, het makkelijke stukje. Ik moet eventjes de mouwtjes nog opzetten natuurlijk. En dan moet ik even, in het patroon staat dat je moet minderen en zo. Dan moet ik even het juiste aantal steekmarkeerders ophangen. En dan wordt het weer zo'n lekker makkelijk werkje waarbij ik niet zoveel hoef na te denken. En het lijf natuurlijk zeker. Want dat is alleen maar doorbreien totdat die lang genoeg is. Ik heb gekozen voor de maat 3-4 jaar. Ik hoop dat hij dan een beetje groot valt, dat ze hem nog een tijdje aan kan. Ze heeft tegenwoordig nogal een eigen kledingsmaak. Echt heel grappig. Dus ze kan niet meer alles, ze wil niet meer, ze trekt niet meer alles aan. Mijn moeder had een heel schattig vestje voor de gebreide Rosa cardigan. Dat is eigenlijk net als de Felix cardigan. Die is ze voor eraan. Nee, het is al af. En toen liet ze het zien. Toen zei ze, kijk eens wat oma voor jou aan het maken is. En toen zei mijn nichtje, ik wil niet haar naam zeggen. Toen zei mijn nichtje, hoeft geen roze vestje. En toen zei mijn oma, maar het is een paars vestje. Hoeft ook geen paars vestje. Dus ik ben heel benieuwd. Het wordt een beetje spannender om voor haar te breien. Want voorheen trok mijn zusje het gewoon aan. En mijn zusje vindt alles mooi. Maar madame vindt het nu niet meer zelf allemaal mooi. Dus we gaan het zien. Ze houdt wel heel erg van, ik weet niet. We hadden al bedacht voor het vestje, als ze dan unicorn knoopjes of zo erop zou doen, dan zou ze het waarschijnlijk wel aantrekken. Ik hou er helemaal niet van. Maar als je dan zorgt dat je kindje dat dan wel gaat dragen. Dus ik weet niet wat ze met deze trui gaat doen. We zullen het zien. Maar mijn plan was dus ook om een poncho voor haar te breien. Ik vind het trouwens een heel fijn patroon. Het is echt, je hebt hem ook in de volwassen maat, maar deze is dus wel met short rows. En ja, ik vind hem echt heel fijn. Maar mijn plan was dus eigenlijk voor haar om een poncho te haken. En wat ben ik nu aan het doen? Ik heb hier al die bolletjes langjarn jawol. Ja, hier liggen ze nog, allerlei kleurtjes. Die heb ik hier liggen. Ik heb mijn weegschaal hier liggen uit de keuken. En mijn wolmolentje. En dan ga ik al die bolletjes in yarncakes verdelen. Ik was gisteren dus lekker cakejes aan het maken. Ik dacht, oh, dit zijn wel goede cakejes. Hier word ik dan denk ik toch gelukkiger van dan van echte cakejes. Beter, gezonder ook. Dus ik ben ze allemaal in tweeën aan het verdelen, omdat ik met dubbele draad wil gaan werken. Dan uiteindelijk ga ik met deze kleurtjes een poncho maken. Nou, ik denk dat het dan nog wel genoeg is. Misschien voor nog een restjestrui of dikke sokken of voor een muts. Het maakt niet uit. Maar het was heel lekker. En die bolletjes zo verdelen, dat is een klusje als je heel veel bolletjes dan moet verdelen. En dat draaien, zo'n eindeloos klusje. Maar door dat hier gewoon weg te leggen, is echt heel lekker. Dan zeg ik, af en toe ga ik even een bolletje opwikkelen. Zo even, het is heel rustgevend of zo. En uiteindelijk wordt mijn mandje dan zo gevuld met deze snoepjes. En dat doet me echt denken aan de tijd dat ik alleen nog maar haakte. Mandjes gevuld met fijne kleurtjes. Ja, daar wordt Sarah wel blij van hoor. Ja. Dus zelfs van deze kleurtjes. Nou, ik vind ze eigenlijk heel mooi samen. Het is niet zo dat ik niet van kleur hou hoor. Ja, juist wel. Er komt overigens geen bruin bij. Dat heb ik niet in dat garen, maar dat geeft niet. Dus daar ben ik heel lekker mee bezig. En daar word ik heel erg blij van. Het laatste werkje wat ik je wil zien, dat is alweer even geleden denk ik. Dat zit in deze prachtige project bag die ik heb gekregen van Mieke.
van Quilting Mieke. Mieke komt uit België en Mieke houdt van quilten. En van breien. En die heeft, zij maakt hele mooie project bags. En deze heb ik van haar gehad. En hier staat mijn naam op. Dat vind ik zo leuk. Lief, hè? Ze verkoopt ze ook. Dus ik zal haar hieronder even linken. Maar hier zit mijn Arianna sweater in. Met een stapeltje vierkantjes. Even denken hoor. Ik vond het wel leuk om een vooruitgang hier weer eens even te laten zien. Vooral omdat er iets gebeurd is. Nou, zoals je ziet, er zitten breinaalden in. Nou, zoals je ziet heb ik heel veel draadjes eraan hangen. Dat komt eigenlijk vooral omdat mijn vorige Arianna sweater toch een klein beetje krap is. Ik kan hem wel aan hoor, maar ik pak hem niet zo gauw. Ik wilde deze iets groter. Dus voordat ik vraag me wel eens af, had ik dat veranderd bij die andere als ik niet al die draadjes had afgewerkt? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga nu eens een keer de draadjes achteraf wegwerken. Als ik zeker weet dat het goed is. Nou, we zijn bijna op dat punt. Ik ga hem even voor je aantrekken. Dan kun je zien hoe die zit. Momentje. Oké, nou, het is nog een beetje een halve trui. Sowieso vind ik het heel bijzonder aan het maken van een trui of vest met vierkantjes. Dat de constructie zo totaal anders is. Ik ben dit echt aan het bouwen. Zo voelt dat. Alsof je een toren bouwt of een kasteel bouwt met houten blokken. Dat komt waarschijnlijk door de vierkantjesvorm. Een trui breien in het rond, toer voor toer. En die toeren zijn natuurlijk maar heel klein. Maar hier doe je echt zo flats, nog een vierkant eraan. Flats, nog een vierkant. Dus die vorm is heel anders. En ik vind dat een heel grappig en interessant proces. Maar omdat de pasvorm nogal nauw luistert, ben ik dit keer begonnen bij de mouw. En ik ben hier helemaal zo gegaan. En het lijkt erop alsof dit nu goed zit. Het is niet zo wijd dat ik het niet mooi vind. Ik heb hier ook wat aangepast. Hè? Het originele patroon van Amy Christophers is dat. Ik geloof niet dat ik dat al gezegd heb. Zit hier nog een hoekje. Dat wil ik niet. Nou, hier zit het nog los. Ik wilde er graag een trui van maken. En dan wordt het een trui met een V-hals. En ik dacht, er zitten nu dus breinaalden in. En ik dacht, weet je wat? Laat ik nou eerst even de boord gaan breien. Zodat ik zeker weet, voordat ik verder ga, dat dat goed is. Want ik was daar een beetje bezorgd over. Bezorgd. Het leek me een beetje klein, de halsopening. En ik wilde niet dat die te strak zou zitten. Ik wilde hier nog genoeg plek over hebben. Ik brei met Lopi Einband. Dat is eigenlijk het kleine zusje van Led Lopi. Bij de Lopi garens is het zo, als je het verdubbelt, dan wordt het de andere. Dus twee draadjes Lopi Einband schijnt hetzelfde te zijn als Led Lopi. Twee draadjes van Led Lopi schijnt hetzelfde te zijn als Alafos Lopi. Ik heb dat nog niet zo zelf uitgeprobeerd. Maar dit is eigenlijk een light fingering of misschien wel lace weight garen. En ik heb daar ooit mijn kersttrui in gebreid en heel nogal gemengde gevoelens bij. Ik vond het niet per se heel mooi, maar het draagt echt fantastisch. Het voelt zo lekker, omdat het wat lichter is. Toen we dus bij Nienke van Selden Sa waren in die wolwinkel, toen had zij een gehaakt dekentje van dit garen hangen. En toen dacht ik, oh ja, dat is ook nog een optie om ermee te haken. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga mijn Arianna cardigan, ga ik haken in dat garen. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb, want ik vind het gehaakt mooier dan gebreid. Althans, ja, als je het breidt op een echt dunne naald, dan is het ook weer anders natuurlijk. Ik had ook een vrij grove steekverhouding. Ik ben echt heel blij. Maar ik dacht ook van ja, hoe doe ik dat dan met de boord? Want de boord wordt al vaak vrij losjes en dan met zo'n enkel draadje. Ik dacht, nou weet je wat? Ik ga de boord, met dubbele draad breien. Ik ga kijken hoe dat is. Dus ook daar was ik een beetje nieuwsgierig naar. Hoe dat zich zou verhouden ten opzichte van de gehaakte dubbele draad. Maar ik moet zeggen, ik ben eigenlijk helemaal niet tevreden, maar ik ben wel tevreden over hoe dat uit heeft gepakt. ik dacht, leuk, dan ga ik breien en dan doe ik hier de central decrease stitch.
Zodat je zo mooi die V-hals en dat dan hier dat lijntje. Daar had ik bij mijn vorige trui nog een beetje mee geworsteld. Maar nu weet ik hoe dat moet. Dus ik dacht, ik doe de Central Decrease Stitch. En toen ging ik hem aantrekken. En dat ging allemaal heel goed en soepel. Toen trok ik hem aan. Toen dacht ik, waar is hij nou? Maar hij zit hier. Dus dit is echt weer, ja. Kun je dat zien? Een hele mooie Central Decrease Stitch. Alleen niet op de juiste plek. Ja, ik weet niet zeker of je het goed kan zien. Moet ik dichterbij, denk ik? Oh nee, dit is te dichtbij. Nou ja, hier bij dat cirkeltje, bij dat ringetje. Hier zit mijn Central Decrease Stitch. En die moet natuurlijk... Oh ja, zo. Die moet natuurlijk daar zitten. Ja. Nou ja, dit is dus op zijn Sarah's. En dat is ook, zeg maar, eigenlijk... waarom ik het nu even wilde laten zien. Misschien om je gerust te stellen. Of misschien... om je te laten lachen. Ik weet niet of er meer mensen zijn. Ik heb dit soort dingen zo vaak. Van die kleine. En dan denk ik, oh, nou ben ik het echt helemaal goed aan het doen. Dan zit hij daar. Nou ja, het geeft niet. Ik kan er ook heel hard om lachen. Eigenlijk was ik wel blij. Want ik zou mijn boord toch nog met één naaldje dunner willen breien. Ik was namelijk best... tevreden over de wijdte van de hals. Het was helemaal niet zo strak als ik dacht. Ik heb gekozen voor 1 bij 1 rib. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Ik denk dat ik 2 bij 2 ga doen voor het lijf en dus ook hier. Dus dat was ook oké dat het niet goed was. En ik heb de boord gebreid. Ik denk met naalden... Oh, dat kan ik niet zien. Nou... Is het 2,5? Nee, ik denk dat het 3 is. Misschien zelfs 3. Nou, dat weet ik dus eigenlijk even niet meer. Maar ik kan sowieso een naaldje omlaag. En misschien, ik ga hem echt op een heel dun naaldje, denk ik, breien. Dus dit gaan we uithalen. En dan gaan we het nog een keer proberen. Het zou mooi zijn als het dan goed lukt. Maar het zou ook zomaar nog 3 pogingen kunnen duren. Maar dat geeft niet. Uiteindelijk is het dan precies zoals ik het hebben wil. En daar ben ik ook blij mee. De mouw is vrij kort, maar er komt dus ook nog een lange boord aan. Ik wil echt een lange boord tot hier, die ik dan makkelijk om kan slaan als ik wat wil doen. Dus ik ga deze uitdoen. Dan mag je ook nog heel even aan de spijker hangen. En dan ga ik even mijn gewone vest weer aantrekken. Nou, Arianna is nog niet helemaal spijkerwaardig. Ze hangt nog een beetje scheef en al die draadjes, dat hangt nog niet helemaal mooi. Maar ik moet zeggen dat ik dat ook wel weer inspirerend vind. Dat sommige dingen eerst misschien wel lelijk zijn voordat ze heel erg mooi worden. Ja, dus dat gaat met haar ook gebeuren. Oké, nou dit waren alle werkjes waar ik je over wilde vertellen. Het laatste puntje op mijn lijstje is een knit-along waar ik aan mee ga doen. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Heel erg leuk. Ik ga namelijk meedoen aan de knuffel knit-along die georganiseerd wordt door Amy van Circle of Wool. En Mirjam van Mirjam Molenbeek. En ik heb dat niet zelf bedacht. In die zin, ik haat knuffels maken. Echt, die amigurumi knuffeltjes. Ik vind ze prachtig hoor. Ik vind ze echt heel erg mooi. Maar ik kan dat gewoon niet. En op zich, nou, misschien dat het haken dan nog wel lukt. Maar de oogjes op de juiste plek krijgen en zo. En mijn dochter maakt dus wel heel veel van dat knuffeltjes. En ook van die plantjes die allemaal oogjes hebben en zo. En zij kan dat echt fantastisch. Maar ik heb dat gevoel gewoon niet. Dus elke keer als ik dan zoiets maakte, dan keek ik naar het plaatje hoe het ook zou kunnen worden. Dan keek ik naar mijn eigen werkje. En dan dacht ik, ja Sarah, je hebt dit talent gewoon niet. En nou, dat vond ik ook niet erg. Ik ben gewoon gestopt met knuffeltjes maken. Maar dan kreeg ik een paar weken geleden van Amy een berichtje. En Amy vroeg mij... Amy heeft een webshop. Circle of Wool is haar bedrijf. En zij richt zich onder andere op de kleintjes. Wat ze doet, ze verkoopt breipakketten. En dat vind ik heel erg slim en heel erg leuk ook. Zij verkoopt kant-en-klare pakketten om dus een truitje voor een babytje te breien. Of, ik weet eigenlijk, ze heeft van alles in haar webshop staan. Ik weet eigenlijk niet, ik heb wel gekeken, maar ik weet niet uit mijn hoofd wat allemaal. Of een knuffeltje. En Amy stuurde mij een berichtje en ze zei, Sarah, zou ik jou misschien een pakketje op mogen sturen uit het boek Moosh and Friends van... Cynthia Vellet, ik hoop dat ik het goed zeg. Dat is een publicatie van Laine.
magazine. En dat is dat hele populaire knuffelbreiboek. Met die knuffeltjes dus. Moesje is de beer. En 12, volgens mij stond erin 12 patronen. Dus ik weet niet of het 12 diertjes zijn of dat er nog iets anders bij zit. Maar zij vroeg, ja, zou ik dat aan jou op mogen sturen? En zou je dat dan misschien willen breien? Nou, allereerst, ik vind het altijd super leuk als ik zo'n vraag krijg van een kleine ondernemer. Ja, gewoon van die eenmansbedrijfjes. Ik vind het gewoon heel erg leuk om daarmee samen te werken. Omdat ik hou ervan als mensen hun hart volgen. En nou ja, ik vind dat heel leuk als ik daar ook aan mee mag doen, zeg maar. Of een bijdrage aan mag leveren door erover te vertellen in mijn filmpjes. Maar een knuffel, dacht ik. Dus ik heb dat ook heel eerlijk gezegd. Ja, ik vind het heel lief, maar ik hou niet van knuffels breien. Daar moet ik echt even over nadenken. En toen zei ze van, maar je mag eventueel ook een ander pakketje uit mijn winkel. Dat je iets anders promoot, een truitje of zo. En ik was net ook bezig met dat vestje voor het babytje van mijn nichtje. En toen dacht ik, ja, zal ik dan nog iets? Ik wist het niet zo goed. En ik zei, nou, ik denk er eventjes over na. En het grappige was, Ik sliep er een nachtje over en ik was de Arctic Light sweater was ik aan het breien. En toen dacht ik, ja, dat was ook iets wat ik niet zou kiezen. Maar ik vind het zo leuk. Ik vind het zo leuk om iets buiten mijn comfortzone te breien. Ik geniet er zo van. Misschien moet ik gewoon maar ja zeggen. Dus het zijn knuffeltjes namelijk die uit één stuk gebreid zijn. Ook een van mijn grote moeilijkheden bij het maken van knuffeltjes is dat je alles in elkaar moet naaien. Ik hou niet van in elkaar naaien en dat je dat dan moet bepalen op welke plek dat moet. Ik ben daar gewoon niet zo goed in. Maar dit is uit één stuk. Dus door te minderen en te meerderen creëer je dus die vormen. En ik hou wel heel erg van sokken breien. Ik heb ook niet zo moeite met magic loop breien. Klein, dus dat vind ik wel leuk. Dus toen dacht ik, weet je wat, misschien moet ik het gewoon maar doen. Misschien, ik weet nog dat ik vorig jaar een samenwerking had met Alexandra van Rebel with a Twist. En dat ging over die sokken, dat Portugees breien. En dat kon ik al wel, had ik al wel eens vaker gedaan. Maar het was ook niet zo dat ik dat weer, maar het was zo leuk dat het langskwam. Dat ik dacht, oh, dat had ik anders nooit gekozen. Maar werd ik wel heel blij van. Dus ik had Amy een berichtje gestuurd dat ik het wel wilde doen. En echt 2 uur later stuurt mijn zusje een berichtje. En toen vertelde ze dat mijn kleine nichtje was 's ochtends wakker geworden. En die zei, Sarah heeft een blauw konijn gebreid. Daar had ze dus over gedroomd. Nou, een blauw konijn. Ja, dat lijkt me dan weer net een beetje te veel van het goede. Maar Amy had wel tegen mij gezegd, misschien leuk voor je nichtje. Dat vond ik zo schattig. Toen dacht ik, oh, ik denk dat ik goed heb gekozen. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik niet denk dat ik het aan mijn nichtje ga geven. Dacht ik, ja, als ik dan zoiets ga breien, dan wil ik het eigenlijk denk ik wel zelf houden. Ik ga namelijk Nana in het Engels denk ik, Nana de Lady Duck ga ik breien. Dat is dat eentje met dat allerschattigste jurkje. En ik vind het zo lief. En ik heb dus vanochtend op de Ravelry, ik heb nog niks. Want het moet nog komen, het pakketje en het boek. Ik krijg het allemaal van Amy, dus dat is super lief. Ik was vanmorgen op de Ravelry Project Pages aan het kijken van Cynthia Vellet en dus van dat eendje. En nou, ik was allereerst heel erg gerustgesteld, want er zitten geen lelijke eendjes tussen. Ze zijn allemaal gelukt. Dus dacht ik, ja, als het allemaal lukt, dan moet ik het denk ik ook wel kunnen. En het andere was, ik was gewoon echt verliefd geworden. Ik vond het zo schattig. Je breidt dan zo'n lijf, maar dan is het nog niet opgevuld. En ik denk dat je het kopje dan wel eerst opvult of zo. Dan zag ik soms van die eendjes zo in zijn sopje liggen. Die dan geblokt werden met het kopje er dan boven. En ja, ik weet niet. Er gebeurde iets heel geks. Ik werd gewoon verliefd op dat eendje. Op een gebreide knuffel. Dus dat is voor mij, ik ken dit gevoel niet. Ik moet heel eerlijk zeggen dat de knuffels breien ook ergens altijd een beetje denk. Ja, waarom zou je knuffels breien als je ook een trui kan breien? Wat je aan kan trekken of sokken. Dan denk ik misschien wel een functionele breister. Maar ja, ik haak ook cactussen. Ja, dus dat slaat ook nergens op. Maar toch, dat is haken, hè? Dat is anders. Nou ja, ik denk dat ik het echt heel erg leuk ga vinden. Ik hoop het. Maar wat ik nog niet wist, toen ik dus zei dat ik dat wel wilde doen, was dat Amy met Mirjam een knitalong ging organiseren. En dat zag ik dus langskomen op Instagram vorige week. En de knitalong heet dus de knuffel knitalong. En het hoeft overigens niet een van deze knuffels te zijn hoor. Het is een knitalong, dus het is wel knuffels breien. Maar het mogen allerlei soorten knuffels zijn.
Nou ja, en als je dus niet geen patroon of geen garen hebt, dan is Amy een heel mooi, heeft een heel mooi plekje, een hele mooie winkel, waar je dus kant-en-klare pakketjes kan kopen. Ik krijg dus alles thuis. Ik zag wel dat het alpaca garen was, dat is ook al niet mijn lievelings. Maar goed, goed uit de comfortzone gaan is goed. Dus een pakketje met de oogjes, alles zit erbij. En de kleurtjes en alles zit erbij. En ja, dat betekent ook dat ik niet zelf mag kiezen. Nou ja, dat mag ik natuurlijk wel. Maar dat is een pakketje klaar. Ik ga er even over nadenken. Ik ga even kijken hoe dat bevalt, zeg maar. Maar ja, ik heb er echt ontzettend veel zin in. Zeker toen ik vanmorgen zo ging kijken. En toen dacht ik, oh ja, ik heb eigenlijk ook wel echt zin in een knit-along. Gewoon echt, ja, het duurt van 1 maart tot half april, meen ik. Dacht ik, ja, misschien is het dan ook wel leuk als het me ook lukt om dat eentje dan af te maken. Nou ja, je gaat het langs zien komen of dat nou een succes wordt of niet. Maar ja, stel dat je nou denkt, oh ja, knuffelspray, dat vind ik super leuk, ik wil meedoen. Nou, check dan even, ik link het hieronder, Amy en Mirjam op Instagram, de knuffel knit-along. Als je ook zo'n pakketje wil, ze heeft verschillende knuffels in haar webshop. De boeken kun je ook bij Amy bestellen. Ik heb het vanmorgen nog gecheckt. Je kunt ze pre-orderen, maar ze kunnen echt elk moment binnenkomen. Dus als het goed is, gaat ze deze week verzenden. Dan kun je meedoen als je het leuk vindt. Kun je lekker samen met mij uit je comfortzone gaan. Of misschien is het voor jou wel heel erg in je comfortzone. Maar ik zat dus te denken, een knuffel uit één stuk. Als je sokkenbreien leuk vindt, dan is dit denk ik wel een hele leuke uitdaging. Want het zijn allemaal die vormpjes. Ik zag zo die vleugeltjes zat ik te kijken en zo. Toen dacht ik, ja, ja. En kleertjes. Ja, misschien vind ik het toch wel heel leuk. Ik hoop het. Ik ga hem sowieso maken. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. Dus de knuffel knit-along van Amy en Mirjam vanaf 1 maart. Laat me even weten als je ook meedoet. Dat vind ik leuk. Oké, dit was het voor vandaag. Zoals ik zei, heb ik nog heel veel andere werkjes ook nog waar ik over zou kunnen vertellen. Maar het lukt me steeds maar niet om korte filmpjes te maken. En ik weet dat er genoeg mensen zijn die zeggen van ja, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik vind het juist fijn dat het zo lang is. Maar ik vind het zelf soms niet fijn. Ik ga het eigenlijk namelijk allemaal nog een keer vertellen in het Engels. Het kost heel veel tijd. En ik hoor mezelf dan ook zoveel praten. Dus ik denk elke keer, nou een half uurtje. Filmpjes van een half uurtje vind ik zelf ook heel fijn om te kijken. Maar ja, het gaat ook gewoon niet. Het geeft ook niet, het is ook niet erg. Maar ik heb zoveel leuke handwerkdingetjes elke keer om over te praten. Ja, maar goed. Dus volgende week meer over de werkjes die vandaag niet aan de beurt zijn gekomen. Oké, ik ga lekker breien komende week. Ik heb heel veel breitijd weer. Omdat de vakantie dus voorbij is, zijn er weer veel lege dagen voor mij. Ik ga lekker beginnen aan een nieuw breiwerkje, die Spencer dus. En verder een hoop oude breiwerkjes afmaken. En vrijdagochtend ben ik dus live op Handwerkgeluk. En volgende week maandag ben ik gewoon weer lekker hier. Dus ik wens je een hele fijne week. Met hopelijk fijne handwerkmomentjes waarvan je hart een sprongetje maakt. En ik wil je bedanken voor het kijken. Bedankt voor alle lieve woorden elke keer. En tot de volgende keer.